hebben nieuwe truien binnen. Dit is ook weer een hele fijne mix van viscose, modaal en polyamide. Dat is een lekker stevig breisel. Dat voelt ook heel behagelijk aan. En dat blijft ook heel mooi. Ik zou wel alles waar gebreid is, er zit geen wol in, maar alles waar gebreid is, moet je eigenlijk op een bol wassen, koud 20 of 30 graden wassen. En dan blijft het ook mooi. Dat is beter dan een handwas. Nou, we hebben hem in de cakey kleur. We hadden ook zand, hadden we net, Sjone. Ja. En beige. Een lichte. Lichtblauw. Ja. Ja, ik zand, heb beige, lichtblauw. En die taupe dan eigenlijk, hè? Ja, dat is die fango. Ja, die fango. Ja. Dat is een beetje licht taupe. Ja. Ja, ja. En dan hier die cakey kleur. Een royale kool zit eraan. Ik heb hem twee keer omgeslagen. Ja. Dus ik doe hem twee keer omslaan, dat vind ik zelf het fijnste. En dan zit hij ook nog een beetje los om de hals, dus dat is ook goed. De machette zit er mooi aangesloten en dan is het een iets wijer moutje hier. En dan krijg je het effect van een ballonmoutje, een klein beetje. Ja. Eén maat, ik heb maat 38. Ik vind dit ook heel mooi bij maat 36, dan draag je hem nog iets meer oversized. En je kunt ze sowieso dragen tot en met maat 42. En voor 44 zou ik even komen passen in de winkel. Maar ik denk dat dat eigenlijk misschien ook nog wel kan. Ik denk het ook. 49,95. Ik heb deze kleur, die vind ik heel mooi met die Ecru 5 Pocket. Ita, 5 Pocket Ecru heet die. Dat is een hele fijne broek, die heeft hier van die schuine naadjes. Veel stretch zit erin. En ik vind die lichte broeken met die cakey en net wat donkerdere kleuren, dat haalt heel de outfit wel op. Dus dat is wel heel erg mooi, vind ik altijd. 49,95. Maat 34 tot en met 42. Er is ruimte voor een buikje. Ik weet niet of ik hem per se kleiner zou pakken. Ik heb gewoon de 38 aan, maar het is een lichte broek. Ik vind dat mooier als dat wat losser zit als wat strak. Hè? Want het tekent anders ook snel af. Zeker met een lichte broek. En het is wel, hij loopt nog ietsje uit. Maar ik zou het dan bijvoorbeeld doen als je op de benen maat 40 hebt en bij de buikmaat 42. En je hebt dan rechte heupen en wat plattere billen. En dan kun je de kleinste maat. Met twijfel kun je de kleinste maat pakken. Zo is het, hè? Ja. Maar dan zou ik dat niet doen als je wel voller op de benen bent. Dan zou ik hem echt minimaal in de maat pakken die je normaal ook hebt. 49,95, de trui ook 49,95. En dan heb ik die mooie laarzen er aan. Die zijn eigenlijk tijdloos, vind ik. Een klassiekere laars. Ik moet zeggen, op het filmpje oogt die glanzender dan dat hij in werkelijkheid is. Het is wel een beetje een glansje, maar ik zie dat hier met die fotolampen glanst het net wat meer op. 59,95, die zitten super fijn. Die hebben een rits in het midden, een beetje een blokhak zit eronder, maar hij voelt als een platte laars. Wil je de hak nog lager hebben, dat kan ook. Dan, dit is Highland Esther en we hebben ook Highland Els. En Els die heeft een lagere hak, dus daar zou je dan ook nog voor kunnen kiezen. 59,95 en je kunt het allemaal bestellen op onze website baboe.nl.